Vroeger. Dan was ik bang om wat te missen, maar tegenwoordig, ik ben bang om wat mee te maken. Luister. Ah, ja. Mevrouw was een weekend weg, de kinderen namen zus. Ik bel wat oude maten op en die kwamen dus. Die begonnen aan meteen over op stap te hangen. Jongens, ben een vaderke de gezin, dat begin ik niet meer aan. Maar 10 minuten later stond ik mes op café. Toen iedereen naar huis ging, was er één die wou niet mee. Bleef wat hangen aan de bar met een Dirk en Marcel. Ik had ze nog nooit gezien, maar ik mocht ze wel. Alleen ze zo meteen de klippen op, dat was ik niet gewend. Maar je weet wel hoe dat gaat, je wil je toch niet laten kennen. Ergens onder de morgen is het licht uitgegaan. Ik heb mezelf teruggevonden tussen het fornuis en het keukenraam. Maar dat is blues, ah ja, yeah. Dat is blues. Dat is blues. Dat is de man die al wat ouder wordt, toch nog een keer weg wil, maar er eigenlijk niet meteen kan. Andere morgen blues. Schrik me rot, want op de rand van mijn bed zit een meid in de blote kont. Ik moet denken aan mijn vrouw, want oh, ik zal toch niet. Ik moet denken aan mijn kindjes die ik nu al in het weekend nog mag zien. Die meid begint te brul, omdat ze de vent bedroog. Het was wel erg confronterend, ik hield het zelf ook niet meer droog. Ik zei, luister eens hier, we er moeten even praten. Ik heb schijnbaar dingen gedaan die ik liever had gelaten. Ze kijkt me na en ze schiet in de lach. Ze zegt, je denkt er niet dat ik mee. Joe vannacht. Nick was mee Marcel, maar die zie ik hier niet meer. Ze hing nog harder brul en zelf wist ik het niet meer. Maar dat is blues. Ah, wat is dat? Dat is blues. Dat is blues. Dat is de man die al wat ouder wordt, toch nog een keer weg wil, maar er eigenlijk niet meer tegen kan. Andere morgen blues. Ah, play the blues, Frank. Maar ik vraag hoe bij je dan terecht komt. Ik was nog in de staat, ze zegt, we zien met jou nog mee gereden. Rond 1 uur of 6. Je hebt frikandel, dan bak en je lurkt de whisky uit de fles. Ik zag de puin op in mijn kamer, ik raakte in paniek. Want Monique die kon zo thuiskomen en dit mocht ze echt niet zien. Ze hield nog mee opruimen, totdat de deurbel hing. Ze stoof langs de achterdeur naar Putenkessen. Niet meer gezien, het was politie op zoek naar een Dirk V en Marcel S. Een vuurgevaarlijk duo ontsnapt uit de TBS. Ik zei dat ik ze niet ken, geloof dat die agent werd 3 keer vroeg. Pas later dacht ik, shit, dan waren die gasten uit de kroeg. Maar dat is blues. Ah, wat is dat? Dat is blues. Dat is blues. Dat is de man die al wat ouder wordt, toch nog een keer weg wil, maar er eigenlijk niet meer tegen kan. Andere morgen blues. Ah, de blues!